We kijken van de Zander wie die met zich mee gaat leren. Hij heeft een paar metertjes voorsprong daar ten opzichte van Benny Brondekker. En dan gaan we kijken naar de posities daarachter. Volgens mijn lijstje gaan wij 3 rijders meenemen naar de A-finale. In deze Matri Cruiser is van 30 jaar in oude. En dat betekent dat voorlopig Ton de Klein goede zaken gaat doen. Ton de Klein is de man vanuit de deurste uitschijndel. Hij zit voorlopig op plek nummer 3. En zo de finale vervullen met Brondekker en Van der Zander op plek nummer 1. Oké, world number 1 on the plate is betrokken. Zijn afstrijdswedstrijd van vandaag, dames en heren. 9 WK-finales en 10 EK-finales. En dan daar ook nog een paar keer gewoon kampioen zijn geworden. Dan laat je zien dat je talent hebt in de BMX-wereld. En dan is het ook een keer goed geweest. De man van het Steenzoom BMX-team is Richard van Zomeren. Die de winst gaat pakken in deze moto-derde kwalificatiereeks. Dat doet die man, de man van de Woebers, op plek nummer 2, Christian Verhagen.